Goedemiddag, basketballiefhebbers en al onze Heroes fans. Welkom bij de derde aflevering van onze wekelijkse borrelprogramma, Heroes Connect. Zoals ik net al zei, de derde aflevering. De eerste twee afleveringen waren prima warming-up, maar nu hebben ze de grote kanonnen van stal gehaald. Of niet, Henk? Ik stel meteen mijn partner hier voor, Henk Norell. Ja, vandaag gaat het gebeuren, Stefan. Hoe is het met je? Hoe gaat het met het coronavirus? Nou, met het coronavirus gaat het volgens mij steeds beter. Ik ben gelukkig nog van alles word ik bespaard. Ja, we hebben net even gemeten, precies 1,5 meter, dus we houden ons er netjes aan. Die kant op, denk ik. Ja, denk je? Nou, ik heb hem net al een beetje verschoven, hoor, maar het is precies goed. Ja. Maar ik heb hier gelijk even, Stefan, de eerste vraag. Wat gaan we doen? Ja, we gaan vragen beantwoorden. Ja. We gaan vragen beantwoorden van de fans, van de kijkers. U kunt ze zelf nog even insturen. En ik heb ook nog een heel leuk nieuwtje voor jullie straks, maar dat vertel ik straks wel. Oh, spannend. Ja, oké, okay, eerste vraag. Ja, ik heb hier een vraag van Rob Keijzer, om maar gelijk even met de deur in huis te vallen, Stefan. Hoeveel jaar nog, Stefan? Ik verwacht minimaal 3 jaar. Dat zegt Rob Keijzer, hè, 3 jaar. Hoe oud ben je eigenlijk? Hoe oud ben je, Stefan? Ik ben vorige week 36 geworden. 36? Ja, niet normaal. Maar je zegt dat Rob de Keijzer verwacht minimaal 3. Jij verwacht iets anders? Ik weet dat jij in Amsterdam hebt gespeeld, nog met Mario Bennis. En tot welke leeftijd is die doorgegaan? Volgens mij 41. Dus een paar jaar te gaan. Ja, ik vind jou wel een... Kijk, je hebt Mario Bennis als een topspeler, maar het is Stefan Wessels. Het zit nog even een stapje hoger voor mij. Nou, top. Dus ik denk nog 5 jaar. Of wil je hem zelf beantwoorden? Zal ik hem beantwoorden? Ja, nee, goed. Rob, dankjewel voor je vraag. Ja, heel eerlijk gezegd, ik weet het eigenlijk niet, natuurlijk. Ik kan niet in de toekomst kijken. Ik voel me nog wel echt hartstikke goed. En ik heb het hier ook in Den Bosch echt super naar mijn zin. Dus ik hoop gewoon echt zo lang mogelijk door te kunnen gaan. Ik ben toevallig op Netflix The Last Dance aan het kijken. En daar tekenen mensen contracten voor 7 jaar voor maar 18 miljoen. Dus hoorde dat het heel weinig is. Ja. Dus als ik voor 7 jaar zoiets ga tekenen, dan vind ik dan... Nou Bob, als je zit te kijken, dan hoor je het. 7 jaar, 18 miljoen. Dan plak ik er 7 jaar aan vast. Ja, dan plak ik er ook 7 jaar aan vast. Ik doe het voor de helft van het geld. Nou, die package deal. Package top, deal. Top. Nee, oké, goed. Meteen, we pakken door. Vraag 2. Ja. Wat is de beste Amerikaan waarmee je hebt gespeeld? Zal ik hem meteen aan jou stellen? Ja, ik vind dat niet zo'n hele leuke vraag. Het is Amerikaan. Ik vind, waarom een Amerikaan? De beste speler. Dat hoeft niet per se een Amerikaan te zijn. We spelen hier wel met veel Amerikanen, maar dit jaar de beste speler waarmee ik heb gespeeld, die zit hier naast me. En, Mooi. Hey, alles voor mijn captain, ja, hè? Ja, zou ik ook doen. En... Ja, verder de beste speler waarmee ik heb gespeeld, dat is denk ik Ricky Rubio. En wie is jouw beste speler, of Amerikaan waarmee je hebt met Ricky Rubio gespeeld? Dat was in 2005 tot 2009. Dus dat is behoorlijk lang. Ja, die speelt nu bij de Suns. Ja, dat is een top. Ja. Ja, mooi. Ja, ik heb natuurlijk al iets in een andere categorie spelers waar ik heel erg tegenop heb gekeken. Maar ik denk dat als je deze vraag aan mij stelt, dat ik dan moet zeggen Joe Spinks. Ik heb met een hele hoop echt goede Amerikanen gespeeld, maar Joe die heeft op mij zoveel impact gehad. En ik heb zo tegen hem opgekeken toen ik voor het eerst bij Amsterdam in de Eredivisie kwam. En hij liet me eigenlijk elke dag alle hoeken van het veld zien op de trainingen. En wat ik al zeg, hij heeft zo'n grote indruk op mij gemaakt dat ik eigenlijk wel Joe Spinks als de beste Amerikaan met wie ik ooit gespeeld heb zou aanwijzen. Nou, goed antwoord, man. Ja. Dus, Nou, hier gelijk weer een vraag voor jou. Stefan, je speelde afgelopen seizoen ijzersterk en je leek fitter dan het jaar ervoor. Wordt het moeilijker om topsport gezond en fit te blijven? Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik me afgelopen seizoen een stuk fitter voelde dan het jaar ervoor. Ik heb het jaar ervoor natuurlijk veel blessureleed gehad. Wat pech gehad met mijn hand en met mijn elleboog. Dus dat was een beetje kwakkelen. Afgelopen seizoen ben ik gelukkig van alles verstoken gebleven. Ik denk dat het ook komt omdat we ook binnen de club heel veel grote stappen hebben gemaakt in onze medische begeleiding. Waardoor ik ook individueel gezien heel goed ben begeleid door onze strength and conditioning coach. Waardoor ik gewoon echt gewoon in een goede shape ben gekomen en fit ben gebleven. Ik weet niet zozeer of het moeilijker wordt om topsport fit te blijven. Gelukkig heb ik eigenlijk nooit echt op afgelopen seizoen na dan heel erg veel last van dingen gehad. En het lukt me altijd heel goed om op en neer te blijven rennen en
ik spring misschien wel ietsje minder hoog, maar eigenlijk voel ik me nog altijd super goed. Dus ik hoop dat het ook de komende jaren nog zo blijft. Nou, top man. Ja. Ik heb een hele interessante vierde vraag, zie ik hier. Daarom stel ik hem meteen aan jou. Wat zouden jullie doen als je premier Rutte was in deze tijd? En van wie komt die vraag? Ja, dat staat er niet bij. Dat is redelijk verdacht. Dus ik heb volgens mij al een soort van... wie er misschien zou komen. Van wie die zou komen? Ja, dat weet ik niet precies. Maar als ik premier Rutte was, dan zou ik nu sowieso voor de computer zitten en naar Heroes Connect kijken. Hè? En even kijken waar de echt belangrijke dingen over gaan. Nee, dat is een geintje. Maar premier Rutte, ik denk dat hij het heel goed doet. Ik denk, het is duidelijk allemaal, toch? 1,5 meter afstand en als ik hem was, zou ik proberen een beetje rustiger aan te doen. Ja, hij is wel heel druk nu, toch? Ja. Dus hij is heel erg druk en hij zal ook heel moe zijn op dit moment. Ik denk inderdaad dat Rutte het natuurlijk hartstikke goed doet. Ja, wie zijn wij om hier iets over te zeggen? Je moet gewoon luisteren naar de experts die je hebt en die jou van advies voorzien. En, ik zou niet met hem willen ruilen in ieder geval. Nee, ik ook zeker niet. Nee. Dus, zullen we de volgende vraag doen? Ja, back to reality. Oké, stel jij die maar. Zouden jullie het ook leuker of mooier vinden als de spelersnamen weer terugkomen op de wedstrijdshirts? Dat vraagt Anja de Ridder. Ja, ik persoonlijk vind van wel. Ja. Ik weet niet hoe jij dat vindt. Je speelt natuurlijk wel voor je team. Ik weet zelf wel, als ik heb aan het begin van het seizoen, toen kende ik nog niet alle spelers, want toen kwam ik op de tribune al te kijken. En dan is het altijd makkelijk als de namen op de rug staan, want anders zit je altijd te kijken, zie je altijd nummers staan en dan moet je eerst een scorebord en dat was het. En dan, dat is altijd een beetje lastig, de sjaal valt eraf. Ja. Dus ik ben absoluut voorstander van de naam op de rug. Ja, maar het is ook wel makkelijk als je in het veld loopt, dat je even weet wie je moet roepen. Dat je even kunt zien, dat doe ik niet. Wel bij de tegenstander. Dat ik even kijk van, wie is dat? Ja. Huh? Maar daar staan ze ook niet op de rug. Dus, heb jij trouwens zin in een lekkere smoothie? Ja, lekker man. Heb je die thuis meegenomen? Heb je zelf gemaakt of niet? Deze is net gebracht door de mannen van Q-Habo. Lekker. En die hebben zelfs ook een paar lekkere hapjes erbij gezet. En waar staat Q-Habo eigenlijk voor? Dat vroegen wij ons serieus af. Ik weet het eigenlijk niet, heel eerlijk, om heel eerlijk te bekennen. Okay. Misschien wel heel erg, maar misschien kan het even worden ingestuurd. Als iemand het even weet... Ik schrik hem even in. Lekker. Dan ging ik alvast even door met de volgende vraag. Henk, dat is aan mezelf. Ja, hoe voelde het om gedraft te worden in de NBA van Fred Zijl? Dat was hartstikke leuk. dat was echt gewoon het hoogtepunt in mijn carrière. Dat was heel gaaf. En ook echt hard voor gewerkt om de draft te halen. Ik was in de zaal. De zaal was het gewoon Madison Square Garden. En je moet wel lang wachten hoor, want ze doen elke 5 minuten, dan doen ze er eentje. En ik werd gepakt op nummer 2 achter Blake Griffin. Ja. Nee, ik was nummer 47. En elke keer dus zit er bij de eerste 10 zitten er volgens mij zelfs een kwartier tussen. En daarna 5 minuten. Dus ik zat echt uren in die zaal. Wist je dan van tevoren al dat je gedraft ging worden? Of hoorde het echt? Je weet wel waarschijnlijk. Als je niet gedraft wordt en je zit in die zaal, dan is het een beetje lastig. Ik wist wel dat ik gedraft zou worden, maar de vraag was een beetje tussen... als ik heel veel geluk zou hebben, dan zou het van 28 tot nummer 60 zijn geweest. En het is uiteindelijk daartussenin geweest. En het was een ongelooflijk leuke ervaring. Top naar voren komen, petje op. Petje op, handjes schudden. Mooi man. Ja, was vet. Adam Silver, was leuk. Tof. Oh, en dan is het meteen de volgende vraag, die sluit hier meteen op aan. Want je bent natuurlijk door de Timberwolves gedraft. Je hebt er alleen nooit gespeeld. Ben je wel dan daar geweest? Ik ben er wel geweest. Ik vind zelf best wel... balen, kut. Gewoon. Dat heb ik hier geleerd van. Ik heb dat geleerd hier dat je dat mag zeggen. Dat is een boswoord of zo, toch? Dat is mensen van het hele land. Hè? Dat is waar. Kijk, al kinderen. Excuses. Misschien kunnen we dit er even tussenuit knippen. Nee. Ik baal er goed van dat niet is gelukt. En dat heeft mijn fysieke gesteldheid. Die heeft me een paar keer daar goed voor in de steek gelaten. Het zij zo. Nu lekker in de bos. En. Bij leuke clubs gespeeld, leuke competities gespeeld. En,
Nou ja, ik denk we gaan gewoon lekker verder. Als je echt in de NBA terecht was gekomen, dat jij niet in Den Bosch had mee had gespeeld. Dus dat had je dan weer gemist. Ja, dat, precies. Hey, zo kan je alles weer een beetje gelijk trekken. Ja, mooi man. Goed. Volgende vraag. Hey, die is wel goed voor jou. Want ik heb nog niet tegen alle DBL-clubs, of tenminste niet alle DBL-clubs heb ik uitgespeeld. De volgende vraag die komt van Marijn. Welke DBL-ploeg is het lastigst om een uitwedstrijd tegen te spelen? Zowel qua niveau als ambitie. Ambitie. Ik moet misschien... Ik heb niet op. Ja, precies. Oké, goed. Ja, nee, hele goede vraag. Er zijn een paar plekken in Nederland waar het gewoon wel echt heel lastig is om te spelen. En... het eerste wat mij te binnen schiet is Martini Plaza in Groningen. Puur omdat het daar, wat hier ook staat natuurlijk, de ambiance heel erg tegen je is. En het qua niveau Groningen natuurlijk altijd een waardige tegenstander is. Maar ik moet ook zeggen dat het ook heel lastig is om op andere plekken te spelen. En ook op plekken als in Leeuwarden of in Amsterdam of in Weert is het ook gewoon heel moeilijk spelen. Omdat je dat vaak op de wedstrijden zijn dat er... van je wordt verwacht dat je wint en dat je vaak ook afgetekend moet winnen. En dat het toch lastig is om in de kleinere zaaltjes met misschien wat minder, dat zeg ik natuurlijk met alle respect, hè, met wat minder publiek, om daar ook nog steeds goed de energie te vinden om op een koude donderdagavond in december, om daar een goede pot te spelen. Dus ja. Dat is ook gewoon echt heel super lastig. Dus eigenlijk is het nooit makkelijk om een uitwedstrijd te spelen. Ja, dus volgend jaar alle wedstrijden thuis spelen. Nou ja, dat zou op zich wel wat top zijn, toch? Gewoon allemaal gaan doen. Hey Henk, yes. Hele interessante vraag. Sven Peek, die vraagt aan jou. Sven Peek, misschien even leuk om te weten. Sven Peek is een vriend van me. Dus dat is wel, ik weet het niet waarom hij dit instuurt. Maar, ja, shout-out naar Sven. Hij heeft een hele goede vraag. Stel, je zou het begin van je carrière de keuze krijgen om 2 jaar te moeten stoppen met basketballen. Maar daarna mocht je in de NBA spelen. En in Den Bosch? Of staat dat er niet bij? Nee, dat staat er niet bij. Oké. Okay. Ja. Nee, dat had ik dat natuurlijk dat wel gedaan. Ja, natuurlijk wel. Uiteindelijk heb ik ook bijna 2 jaar aan de kant gezeten met blessures die ik heb gehad. Dus, ik vraag me ook af waarom je dat dan zeg maar niet zou doen. Of er een reden was om dat niet te doen, zeg maar. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Toch? Dat je denkt wel, zou jij het doen? Dat is eigenlijk misschien beter. Ja, ik zou dat ook wel doen, ja. Ja? Ook wel doen. En 3 jaar? Ja, hoe lang speel ik in de NBA daarna? Ja, dat zou ik wel doen, joh. Dat zou ik wel doen. Hey, Stefan, dat is misschien wel leuk voor jou dan. Heb jij nooit spijt gehad dat je niet naar het buitenland bent gegaan? Dat vraagt... Maarten? Nee, ik heb daar niet, geen spijt van. Je was wel erg... Ik heb met jou een Nederlands team gespeeld en zo. En ik heb jou wel altijd gewoon echt de top van de Nederlandse competitie gevonden. Nee, dat zei ik. Ik vond jou... Nou, misschien wel op sommige momenten gewoon wel te goed voor de Nederlandse Eredivisie. Je hebt zo lang in de Nederlandse Eredivisie gespeeld en nog steeds ben je gewoon echt op jouw positie. En niet eens op de positie, op alle posities ben je gewoon zonder al te veel veren in je kont stoppen. Maar ben je wel gewoon echt een topspeler? Ik heb bijna tranen in mijn ogen gewoon. Super. Nee, ja, weet je, het is bij mij gewoon gelopen doordat ik toen ik een jaar of 19, 20 was, mijn eerste echt grote contract bij Amsterdam tekende. Was het ook een soort van punt op dat moment om te kijken van oké, wil ik inderdaad in Nederland blijven spelen of wil ik misschien kijken of ik in het buitenland ook iets klaar kan maken. Maar toen de tijd waren er in Amsterdam zulke grote plannen en kon ik een dusdanig goed contract tekenen. En ook wat ik net zei, de ambitie die ze hadden ook om Europees echt mee te gaan doen in Amsterdam. Ja, dat was voor mij eigenlijk een no-brainer, omdat ik dan in Amsterdam kon zijn, waar ik me echt thuis voelde, waar ik op topniveau kon basketballen met topspelers. En op die manier ben ik eigenlijk in Nederland gebleven op dat moment. Ja, wel logische stap. Ja, dat was voor mij ook zo. En daarom is het in de tijd, ook toen ik naar Den Bosch kwam, was Den Bosch nog steeds voor mij de meest logische keuze, omdat hier ook natuurlijk, we hadden natuurlijk die jaren daarvoor altijd een hele grote concurrentie van Den Bosch, van Eiffel Towers. En dat was ook gewoon nog steeds top. Dus het was voor mij altijd gewoon de beste optie, ook basketbal technisch gezien, om hier in Nederland te blijven spelen. Nou, begrijpelijk. Dus ik heb er ook helemaal geen spijt van gehad. En weet je, ik ben nu op een plek gekomen waar ik hier nu al na 11 jaar, ik ga nu mijn 12e seizoen in. Hoeveel kampioenschappen heb je eigenlijk? 5. Ja. Je moet wel minimaal Michael Jordan even naar de stoppen. Ja, dat vind ik ook. Dus,
Okay. Misschien, misschien wel eentje meer. Misschien wel eentje meer, dat zou mooi zijn. Ja. Nee, weet je, maar op een gegeven moment heb je een plek gevonden waar ik me echt thuis voel. Dat is hier en waar ik zo'n goed leven heb. En dan is het eigenlijk geen... dan twijfel er geen moment meer aan om hier nog weg te gaan of ergens anders je hel te zoeken. Ja, duidelijk. Ja. Hey, ik zie daar Roel aankomen. Ja. Hey, Roel. Manager. Hey, Roel. Anderhalve meter. Hey, ja, Roel, wacht even. Roel komt met een hapje. Ja. Lekker man, een paprikaatje. Lekker Roel. Ja, lekker. Dankjewel. Ik ga even eentje proeven. Was dat het? Kom je dit alleen brengen of is er nog... Ik wil graag een microfoon. Oh ja. Heb je geen microfoon meegenomen? Oh, nee, neem deze maar. Nee, ik val even in met nog een lekker hapje van onze collega's bijna van Q-Habo. Hè. Waar staat Q-Habo voor, Roel? Ja, goede vraag. Als ik die eerste twee doe, de C en de U doe ik, dat is culinair. En Henk, dan doe jij de H, die is van... Heroes. Ja, vooruit dan. Ja. Of is het niet? Nou jongens, ik kom even invallen, want ik heb vorige week in de aflevering... Anderhalf metertje, Roel. Sorry. Ja. Heb ik aangekondigd dat we waarschijnlijk nieuws zouden hebben. En dat waarschijnlijk mag eraf. Er is nieuws te melden. In de afgelopen dagen hebben we als club een akkoord bereikt met een nieuwe speler voor het komend seizoen. En zijn naam is... Center? Nee, het is geen center, Henk. Dus... Je hoeft je verder nog geen zorgen te maken. Okay, nee, okay. Het gaat om Jacory Payne, een Amerikaanse guard. En een jongen die het afgelopen seizoen in Zwitserland speelde. En daar echt wel heeft laten zien dat hij een balletje kan stuiteren. Jacory is een speler die we, zoals zoveel spelers, al veel langer volgen. Die hebben geëvalueerd en van alles meegedaan, zodat we zeker wisten... over wie we het hadden en hè, misschien een beetje raar, hè? Mensen verwachten dat we misschien pas in augustus zouden komen met nieuws of zo, maar als je je huiswerk goed doet, dan weet je precies welke speler je graag erbij zou willen hebben om het team te versterken en dat is Jacory geworden. Op dit moment is hij niet in Nederland, zullen jullie begrijpen, dus hij is op dit moment in de buurt van Atlanta in Georgia in Amerika, maar hij is wel zo vriendelijk geweest om een filmpje in te spreken. En als het goed is, gaan onze kijkers nu dat filmpje heel even zien. Dus dat was het nieuws voor vandaag. Hey, how's it going, Heroes and Boss? My name is Jacory Payne and I'm one of the new signees for the upcoming season. This will be my third year as a professional. I'm from Georgia, United States. And I look forward to meeting everyone, from the coaching staff, my teammates, the fans, and the community in general. This will be a very fun year with me. I'm breaking my competitive spirit to help this team reach a 17th championship, to go out and compete with my teammates night in and night out, and put on a show for the fans. I'm very excited and I'm very blessed. And I can't wait to see you guys. See you guys soon. Ja, daar zijn we weer, Stefan. Ja, ik heb het zelf niet kunnen zien. Nee, ik spel, ook niet. Dus ik weet niet precies... Of jullie highlights hebben gezien of gewoon een filmpje. Of Henk die dat komkommertje in zijn mond propte. Zijn lekker trouwens, hoor. Oké, top. Ja, ik ga ze ook eentje pakken. Ja, zometeen. Ik hoop dat Jacory... jij hebt hem al gebeld, heb ik begrepen. Hoe heet hij? Wat zeg je? Hoe heet hij? Jacory heet hij. Ja, oké. Okay. Ja. Dat is achternaam? Payne. Oh, daar heb jij goed opgelet. Ja, maar jij hebt toch al gesproken? Huh? Ik heb hem nog niet gesproken. Ik dacht dat jij hem had gebeld om te zeggen dat hij vooral de bal naar jou moest passen. Ja, dat ga ik zo wel even doen. Ik ga zo even vragen of ik even die bal een paar keer erin. Ja, goed. Dat goed, is goed. Wel belangrijk natuurlijk. Nou, het belangrijkste. Het belangrijkste. Ja. Dat hij goed de bal kan passen. Nee, maar top. Dat we al met volgend seizoen bezig zijn. En ik ben heel erg benieuwd. Hey, maar we pakken door met de vragen. Vraag nummer 11. Dit is ook al zo'n topvraag. Er staat ook iedere keer bij deze vraag niet bij wie hem heeft ingezonden. Dat is echt, vind ik heel goed. Henk, ja. We weten dat je een aparte kijk op de wereld hebt. Ja, weet ik niet. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Wat vind jij nou van de affaire André Hazes junior en Bridget Maasland? Ja, dat is... Ja. Ja, daarvoor ben ik eigenlijk gekomen om hier even mijn vraag over te doen. Ja, nou, inderdaad. Even je ei kwijt. Nou, wat vind ik er nou van? Ja, ik vind het wel... er zijn dingen in de wereld waar ik geen mening over heb eigenlijk. Daar zit er één van. Ik heb er Op. En Stefan, ik heb er echt geen mening over. Je hebt iedereen een mening over. Bij André Haas en Bridget Maasland, als zij gelukkig zijn, maar dat zijn ze niet meer. Dan ben ik ook gelukkig. Maar ik ben nog steeds gelukkig en zij niet meer. Dus ja, ik weet het niet. Ik weet het niet, man. Ik ken dat vind ik goed. Ik kan er niks nuttigs over zeggen, maar top. Ik zou het leuk vinden als ze een keertje komen kijken bij ons. Ja, nou, waarschijnlijk zitten ze te kijken nu thuis. Ja, hey.
Dreetje, kom even gezellig een keertje kijken, man, bij ons. Ja, mooi. Leuk. Dan kan je misschien in de halftime kan je even een showtje doen en even zingen. Leuk. Ja. Toch? Ja, ik vind dat leuke muziek. Ja, dat is altijd wel jammer, dat wij eigenlijk nooit die halftime dingen meekrijgen of nee, zo, nee, als speler zijnde. Ja, precies ook. Maar heb je ook niet dat in de basketbalwereld dat het altijd te veel van die muziek is die... Terwijl het ook gewoon lekker is om een beetje Nederlandse André Hazes erin te gooien. Nou, dat is misschien wel een mooie, want ik zie de volgende vraag al staan van Mike Hendricks. Wat zijn de gekste rituelen of kleedkamerverhalen van afgelopen seizoen? Nou, dan kunnen we het wel even over de muziek hebben in ieder geval. Dat wou ik net zeggen. Huh? Ik wou net zeggen, want ik moet ook wel heel eerlijk toegeven, die is er ingekomen toen jij je bij het team aansloot. Ja. En we hebben natuurlijk een mooie speaker staan in de kleedkamer. En eigenlijk was Sigurd Bonnefund altijd de team DJ. Maar Henk, jij hebt het gewoon gekaapt. Jij hebt gewoon die Bluetooth, de knopje ingedrukt. Ja, er is maar één nummer wat gewoon pre-game en na de wedstrijd, dan wordt El Toreador wordt gedraaid. Dat is gewoon, dat weet ik niet eens. ik weet niet hoe het is. Gewoon de Toreador. De Toreador. Ja, dat is gewoon Nederlands. En dat is gewoon top. Als ik die hoor, ook in het stadion of hier zo in de Maaspoort. Ja, pap. En dan staan we zo'n paar puntjes voor. En dan zo lekker met het sjaaltje, zo allemaal zo in de lucht, weet je wel. Dat is mooi, ja, man. Die moeten we erin houden. Ja, die moeten we erin houden. Als ik dat volgend seizoen, als we dat zien, als die wordt gedraaid, ja, dan zit het gewoon goed. Je merkt ook dat de Amerikanen, die er geen woord van verstonden, die gingen er ook helemaal los op. Ja, dat is... Caruso. Klopt, ja. Krill. Ah, ja. Caruso, die... Wilson, die, zelfs Wilson ging helemaal los. Caruso kan hem ook zingen. Ja. Die kan hem ook zingen, dus. Misschien dat voor weet de volgende. Weet je wie hem ook goed kan zingen, trouwens? Norbert. Norbert kan hem ook zingen. Ja, en die zit hier binnenkort ook een keertje, geloof ik. Dus die kan hem hier wel even zingen. Ja, die moet hem even zingen. Dat is misschien wel leuk, ja. Norbert, ik weet zeker dat Norbert zit te kijken. Ja. Norbert, jij kijkt nu. Als jij hier volgende keer zit, de Toreador zingen. Misschien ook wel leuk om dat even op social media te zetten. Wie vindt dat Norbert de Toreador moet zingen? En als dat dan meer dan 1000 likes krijgt of zoiets... Of zullen we 500 doen, dan moet hij het doen. Wat vind jij? Ja. Ja, mee eens. Doen. Okay. Ja, hij moet het gewoon sowieso doen. Hij moet het gewoon... lijst hadden we ook. Ja, we ook makkelijk. Maar heb je nog andere leuke kleedkamerverhalen? Wat vond je ervan toen je binnenkwam? Hier? Onze kleedkamer. Ons kleedkamer? Gewoon niet de kleedkamer op zich, maar gewoon hoe het binnen... Ja, wel gezellig. Nou, ik vond het aan het begin een beetje... waren een beetje tammetjes misschien. Maar... Nou, we hebben daarna denk ik wel leuke dingetjes gedaan. We hebben Uno gespeeld veel en we hebben halfcourt shots. We deden, trouwens dat is leuk, we deden altijd de dag voor de wedstrijd deden we halfcourt schieten. Ja. En als je, dat weet jij natuurlijk ook, ik kan het jou wel vertellen, maar het is misschien leuk voor de kijkers. Ja. Maar, en wat deden verliezen? Die moesten, dan hebben we 3 minuten om vanaf de midline te scoren in de rij. En de captain mag altijd beginnen, hele belangrijke regel. Ja. En als je dan mist, dan moet je... betalen. Ja, niet zo heel veel, het gaat over €2. Maar goed, dan moet je €2 betalen en het komt dan in de pot. En er zijn, jullie geloven niet, maar er zijn 2 spelers die nog nooit betaald hebben. Nog nooit. Stefan, welke 2 spelers zijn dat? Ja, ik wil heel volmondig zeggen dat jij bent het sowieso, Henk. Oh, jij hebt nog nooit betaald. Dan ben ik de enige, denk ik. Ja, want ik heb ook 1 keertje heb ik moeten betalen. Ja, ja, niet normaal. Maar never, Henk never heeft pay. Nog nooit hoeven te betalen. Never pay. Nee. Ja, dat zul je niet geloven, maar die gast is gewoon dodelijk vanaf de middenlijn. Dus we moeten gewoon play als gaan Mark zit te kijken, misschien moeten we... Die zit ook sowieso te kijken. Ja, moeten we even een play lopen, voor mij gewoon volgend jaar, dat ik vanaf de middenlijn die bal er gewoon in knal. Ja. En wie was most improved vanaf de middenlijn? Most improved, Thomas van der Mars. Thomas van der Mars, die aan het begin van dat we deden, toen kon hij het bord nog niet eens raken vanaf de middenlijn. Hij schoot hem 3 meter eroverheen en een paar keer dacht ik zelfs dat het bord begon te breken. Maar uiteindelijk... Maar dedicated als hij is, heeft hij hier gewoon elke dag elke dag te heeft oefenen, hij zijn treden. Om niet die €2 te betalen. Dat is toch vet. En Thomas, ik vraag me af hoe je dat nu hebt gedaan in deze tijd. Gewoon nu met het coronavirus, of je nog wel op je halfcourt shot bent kunnen trainen. Ja, inderdaad. Ik weet het niet. Maar goed, we gaan naar de volgende vraag. Ja. Want volgens mij zit er een beetje een tijdnood. Ik weet het niet. Oh, ik heb vorige week gekeken, we hebben nog alle tijd. Ja, Stefan, ben je nog steeds fit? Ja, heb ik net ook een beetje gehad. En hoe kom je de zomer door? Ik ben nog steeds fit. Wat is het? Kijk, komkommertje van Cuabo? Ja, paprikaatje. Lekker man. Ja, hoe kom ik de zomer door? Nou, heel eerlijk, tot nu toe ben ik vooral bezig met het lesgeven aan mijn 2 dochters thuis. Oh. Maar gelukkig kunnen ze binnenkort weer naar school.
Dus daar ben ik wel heel blij mee. Allereerst voor hunzelf, hè. Want het is natuurlijk hartstikke goed voor die kids. En ja. Dat ze lekker in school. Maar en dat je ook zelf papa vindt het ook wel heel erg fijn. Dat die, nee, en ik ben eigenlijk heel professorisch een beetje in en om het huis. Probeer je fit te blijven. En, jij woont aan het water, hè? Ga je dan al zwemmen of dat nog niet? Nee. Nee? Want zwemmen is goed om fit te blijven, hoor. Of is het nog wat te koud? Ik weet niet of het goed is om in het water bij mij voor de deur te gaan zwemmen om dan fit te blijven. Maar op zich is zwemmen heel goed. Maar alles is natuurlijk dicht nog steeds, hè. Dus ik hoop dat het snel... Ik hoor gerucht dat er verbetering aan zit te komen. Dat we binnenkort weer wat kunnen gaan doen. Maar daar hoop ik op. Oké. Nou, we gaan weer door met de volgende. Ja. Hoe zijn jullie begonnen met basketbalcarrière? Als kind zijn. Nou, hoe was je carrière als kind? Ja, weet je, ik ben gewoon begonnen, net als ieder ander, denk ik, gewoon bij de lokale club in Haarlem. Ik kom uit Haarlem. En Bodie van der Zanden stelt deze vraag. Goeie vraag, hoor. Ik ben gewoon begonnen omdat mijn vader, die speelde vroeger ook basketbal. En die had allerlei plakboeken met krantenknipsels, wat hij had bewaard van zijn carrière. En vond ik altijd prachtig. Dus dat inspireerde mij om ook te gaan basketballen. En toen ben ik in Haarlem begonnen, later de overstap gemaakt met wat omwegen naar Hoofddorp. Dat was is nog steeds een hele grote vereniging bij mij in de buurt, bij Haarlem in de buurt. En vanuit Hoofddorp ben ik naar Amsterdam gegaan. En, ja, leuk man. Ja. Dus, wel goed gegaan in ieder geval. Ja, jij zegt het, dankjewel. En jij? Ja, nee, ik ben vanaf mijn vijfde heb ik in Meidrecht gespeeld. M-City. M-City, Meidrecht Mafia, hè? Ze kennen het, van de Sens, hè? De Sens, dat zit daar. Ja, daar ben je ook fan. Nou, in ieder geval, wie Meidrecht kent, kent de Sens. Ja. Maar daar heb ik 11 jaar gespeeld en daarna ben ik naar Amsterdam gegaan. En toen speelde ik bij de junioren Amsterdam en toen keek ik heel erg op tegen Stefan. Toen was Stefan, die zat in het eerste, die mocht, en toen vanaf daar ben ik naar Spanje gegaan. Je blijft wel bezig, hè? Je bent een soort van rode draad door elkaar. Ja, mooi man. Weet je wel, mooi. Ik zag jou Nederlands team, Amsterdam, nu weer bij Den Bosch. En nu nog even samen kampioen worden. En dan is het compleet. Dat is een cirkel rond. Dan is het gewoon een fairy tale. Mooi, mooi. Hey, ik heb nog een andere vraag. Van de, even kijken, wel edelgeleerde heer, Dr. Anders Robbie van Westerijzer. Westerijzer? Ja, de naam zegt mij niets, maar... Nee. Henk had het aan de stok met Ralf de Pachter en Stefan met die grote Amerikaan van Feyenoord. Wacht even hoor. Een grote Amerikaan bij Feyenoord? Ik heb helemaal geen grote Amerikaan bij Feyenoord gezien. Ja, nee. Jij wel? Ja, de minst kleine dan misschien. De minst kleine. Ja. Oké. Zijn jullie zulke opvliegende types? Hoezo ben ik opvliegend? Ik schrok serieus even, ja. Ik denk alle glazen gaan hierom. Nee joh, ik ben een hartstikke rustige jongens hoor. Ik ben een hartstikke rustige jongen denk ik wel. Ik denk jij ook wel. Kijk, op het veld is anders. Nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Henk, jij komt hier bij Den Bosch en ik vind je gewoon een topgozer. Al leuke lachen, gieren, brullen. Maar voor het weet lig jij gewoon op de grond met Ralf de Pachter te judoën. Maar wat op het veld gebeurt, dat gebeurt op het veld. En af en toe moet je er even take one for the team. We wonnen daarna wel gewoon een goede wedstrijd, toch? Ja, dat is mooi. Zij waren nummer 1 en we hebben ze hier gewoon thuis weggespeeld. Dus dat was gewoon goed. Ja. Ja, nee, ik denk dat jij niet een opvliegend type bent, maar ik denk wel dat net als ik, als het eenmaal om de eer gaat. Precies. Nee, en ik weet nog wel, dit geval met die, ik weet serieus niet meer hoe die heet, die jongen, van Feyenoord. Maar ging hem een beetje om een soort van respect dingetje, weet je. Want hij was volgens mij met Thomas, was hij een beetje stoer aan het doen, omdat hij een keer had gescoord of zo. Nee, maar het gaat uiteindelijk gewoon erom dat het is de heet, hoe noem je dat, als je gewoon wil winnen, en dat willen beide partijen. Ja, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja, dat is nou eenmaal zo, weet je. Ja. En dat is op het veld. En daarna neem je lekker een glaasje sap met elkaar en is het helemaal... Dat heb je gedaan met Ralf? Nee, dat heb ik niet. Nee, maar ik heb met Ralf heb ik in het Nederlands team ook gezeten. En prima kerel. Maar op het veld lagen elkaar even niet. Nou ja, prima. We zullen volgend seizoen wel verder zien. Ja, nee, zo is het ook. Zo is het ook. Volgende vraag. Ja. Stefan. Wat zou je na je professionele carrière willen doen? Zou je bij de club betrokken willen blijven? Zo ja? Ja, nu is het hier bij mij vervaagd. Op welke manier? Op welke staat manier? Er? Van iemand Ilse de Veer. Ilse de Veer. Ja, ik zou heel graag bij de club betrokken willen blijven. Ik heb het hier, wat ik net ook al zei, super naar mijn zin. De laatste paar jaar zit de club echt weer in de lift. Er gebeurt hier van alles achter de schermen en op het veld.
waar ik gewoon echt heel graag deel van uitmaak. Dus ik hoop ook dat ik daar na mijn carrière... Dus jij gaat eigenlijk gewoon eventjes voor de baan van Roel? Nou, ik dacht nog wat hoger. Ik probeer gewoon Bob eruit te werken. Oké, nou, kijk, als jij dan Bob eruit werkt, dan werk ik. Laat hem gewoon nu even al het werk doen, Bob. Dat de basis lekker ligt. En als het dan allemaal loopt, dan zorg ik dat ik gewoon... En dan neem je mij aan als technisch directeur. En dan nemen wij hier die toko gewoon over. Ja, dat komt helemaal goed. Het is lekker voor me. Het is eigenlijk gewoon... Maar eerst gaan we nog even gewoon die... Dus daarom loop ik winkels ook niet in. Dus ik heb Macron nog niet in de winkels zien liggen. Hoe lang ben jij al niet in een winkel geweest? Want de tijden zijn veranderd, hè? Ja, ik doe alles gewoon via internet. Nee, maar ik bedoel te zeggen van... Kijk, toen jij 10 jaar geleden een winkel instapte en vroeg van... Heb je lengtemaat, wat is het? 40? Als jij 32. Stefan, als ik een schoenwinkel in ga en ik zeg... Hey, heeft u maat 51? Geen één winkel die zegt ja. Of je moet een speciaalzaak hebben. Ja. Dus, maar even leuk over Macron, daar kan ik gelijk even mijn nieuwtje vertellen. Oh. Er is een webshop, en dat weet iedereen natuurlijk, en dan kan je hele mooie producten van de club van Macron. Maar nou, als je deze week dus bestelt, als je deze wacht week... Deze week? Ja, de volgende week. Hè? Dus je hebt 10 dagen. 10 dagen. Als je 10 dagen bestelt, de komende 10 dagen, heb ik gehoord dat Thomas van der Mars, Boy van Vliet, wie zullen we nog meer doen? Norbert. Of Norbert. Ja. Ja. Is Jacori al in Nederland dan of niet? Nee, ik kan fietsen. Nee, maar die komen nu gewoon, als je in Den Bosch woont, die komen het gewoon brengen nu. Er zijn dus geen speciale kortingsactie, maar die komen dus. Norbert die komt zelfs op de fiets, heb ik gehoord. Ja. Norbert komt op de fiets. Maar dat is kosteloos, dus toch? Kosteloos, gratis. Kosteloos bezorgen. Ja, dus je bestelt nu, en dan bestel je zo'n mooi sjaaltje, of gewoon de, we hebben nog shirts van, kijk, het is achter, ik weet niet of je het goed kan zien, maar die shirts. En die komen zij gewoon brengen. En dat is leuk, dan kunnen ze je ook even tekenen. Wel met gepaste afstand, anderhalf metertje. Ik praat er helemaal naast. Zie die mensen hierachter dat we niet zoveel tijd meer hebben, dus vandaar. Maar in ieder geval, dus allemaal snel bestellen op de site. Ja. Volgende vraag. Stefan, waar komen de hoekjes dit seizoen ineens vandaan? Nou, dat weet je wel, toch? Nou, maar er staat nog wat bij. Ja, ben je geïnspireerd door Thomas en Henk of brood nodig? Ik kan die mijn kaartjes... Tibor van der Wel. Oké. Ja, ik denk dat Tibor bedoelt brood nodig in de zin van dat als jullie ze allemaal misgooien, dat ik ze dan maar erin moet gooien. Denk je niet? Ja, dat lijkt me wel een beetje... Ja. Nee, moet heel eerlijk zeggen. Kijk, ik word natuurlijk ook geïnspireerd door jou en door Thomas en we trainen veel. Hè, dus ik train er veel op, maar de echte inspiratie die komt van Bob van Oosterhout. Ken je? Ik weet niet of Bob kent. Nee, ik ken Bob die niet. Die geeft mij, zeg maar... Ongeveer elke wedstrijd geeft mij een aantal tips mee. Oh, en heb je er wat aan? En één daarvan was dus inderdaad een hoekje. Dus dat je gewoon in je tank. Maar is het niet zo dat Jean-Marc gewoon een beetje de plays voor mij en Thomas uitzet... en dat wij dan een beetje moeten rusten, dan kom jij er eventjes in, Stefan. En dat jij dan eigenlijk alleen maar de balpositie ontvangt... waar je eigenlijk alleen maar een hoekje kan nemen. Is dat niet het verhaal, Stefan? Ja, dat klopt. Of, een beetje de bliksem afblijven. Of kan ik dat beter niet vertellen? Nee, dat is ook wel zo inderdaad. Kijk, ze nemen mij allemaal niet serieus, dus ze verdedigen mij gewoon niet. En dan gooi ik opeens die bal er allemaal in. Dus ik denk dat het misschien dat ook wel is. Kijk, jullie worden allemaal gedubbeld teamd de hele tijd. Ja, maar... je moet sturen of de fans dit wel willen zien eigenlijk. Ik wil het heel graag zien, maar ik kan me voorstellen dat andere mensen dit niet willen zien. Zou jij het willen zien, Stefan? Ik zou het sowieso, ik kom hier live kijken. Jij zou eigenlijk betalen zelfs, hè, om te kijken. Ja, sowieso. En maar je hebt 10 euro, wie zet je hem in? Op Roel of op Bob? Nee, op... Gewetensvraag. Op Roel. Op Roel? Ja. Ik mocht geen politiek correcte antwoorden geven, heb ik van tevoren gehoord. Dus ik zet hem op Roel in. Oké. Full court was dit of half court? Nee, half court. Half court, ja. Nou nee, dan is full court juist is beter. Full court. Wat? Ja, dan gaat Roel sowieso winnen. Full court? Ja. Oké. Okay. We moeten opschieten, Henk. Ja, want mensen worden helemaal zenuwachtig van ons. Ik ga bij jouw kaartje kijken. Ja. Ik zie wel Stefan staan. Ja. Stefan, waarom besloot je om bij Canadiens Amsterdam te gaan basketballen? Ja, nou Canadiens, wat ik net al zei, ik kom uit Haarlem en Canadiens was in mijn, Amsterdam ligt vlakbij Haarlem. En waren er nog andere opties of zo? Was het niet het... Nee, ja, weet je, heel eerlijk, ik heb gewoon heel brutaal een e-mail gestuurd naar Canadiens. Mijn vader hield vroeger in mijn, bij Hoofddorp altijd mijn statistieken bij, van de wedstrijden. En dit is een tip voor alle jonge jongens. Die stuurde ik dus gewoon op, want ik ben dus nooit gescout of gevraagd. Gewoon even een mailtje sturen naar Roel en of Bob. Een keertje mee mocht trainen. Ja, stuur een mailtje. En ik had mijn statistieken erbij. En toen, Ferry Stemens was toen de coach. En die had mij toen een keer uitgenodigd op een gesprek. En die zei van, nou ja, je mag al een keer mee trainen.
En nou ja, de rest is geschiedenis. De rest is geschiedenis. Ja. Hey, geweldig, man. Ja. Hey, Stefan, ik vond het superleuk, man. Ja, ik ook. De tijd zit erop. Jammer. Ik zou het serieus wel leuk vinden om het nog een keertje te doen. Ja. Maar volgende week is het volgens mij iemand anders. Volgende week gaat het weer gebeuren, heb ik vernomen. Ik weet eigenlijk niet wie de volgende week... Nee, ik weet het eigenlijk ook niet. Oh, Jean-Marc Jammin hoor ik net. Jean-Marc Jammin. Maar zou Jean-Marc Jammin in het Frans, Nederlands of Engels het gesprek doen? Anders moet er ook iemand live bij ondertitelen. Ja. Ja, wat denk je? Dat denk ik in het Nederlands dan. In het Nederlands? Ja. Ja, maar Belgisch is soms ook fijner met ondertiteling. Ja, precies. Dat is waar. Maar dat komt goed. Oké. Nou, in ieder geval, dat is een klus voor de technische mensen. Maar zit Jean-Marc er alleen of zit er nog iemand anders? Oh, dat komt nog wel. Dat komt nog meer. In ieder geval, Jean-Marc. Hey, mensen, ik vond het super gezellig. Ja. Wij nemen nog wat van Curabo. Ik neem nog een lekker slokje. Oh, die is al op. Kijk, die zie je, zo lekker was. Ik neem nog een komkommertje. Heel fijn weekend voor jullie allemaal. Ja. Bedankt voor het kijken. Veilig, 1,5 metertje afstand. En, ja. We hopen jullie heel snel weer te zien hier bij Heroes Connect. En daarna in een volle Maaspoort. Dan gaan we knallen. Top. Laters. Doei.